Hoe vind je nou die werk- en privébalans? Eigenlijk is het heel simpel. Vandaag de dag kun je heel simpel een werk- en privébalans vinden. Werk- en privébalans, dat wordt misschien wel vaak gevraagd. Hè? Dat mensen zeggen, ja, maar ja, je werkt te veel. Je moet eens wat rustiger aandoen. Hè? Straks raak je overwerkt of krijg je een burn-out. Maar ja, waar vind je nou de juiste balans? Wanneer heb je de goede balans? En ik denk vandaag de dag, als je het mij vraagt, dat die balans ja, heel erg snel gemaakt is. Op het moment dat jij doet, komt-ie, wat je leuk vindt. Wat je leuk vindt. En dan gaat het er niet om dat je de hele dag door kunt doen wat je leuk vindt. Maar het gaat er wel om dat jij in de basis doet waar je plezier uit haalt. He, stel je hebt een manege en dan weet je ook dat de paarden hartstikke mooi zijn. Maar dat je aan het einde van de dag ook de shit moet opruimen. Letterlijk. Snap je? Dat hoort erbij. Maar als jij de hele dag bezig bent met die mooie beesten en je vindt dat fijn en je haalt er plezier uit. Dan doe jij toch het gros van de tijd wat je leuk vindt. En dan kun je toch gewoon zorgen dat jouw werk en jouw privé gaan samenvloeien. Waarom zou je niet een leven ontwikkelen waarin je dag in dag uit kunt doen wat je leuk vindt? Dan hoef je toch nooit meer te werken. Thuis kom je toch ook niet dat je denkt, ja, nou ja, ik ga minder werken, maar thuis ga ik ook niet meer de keuken opruimen. Thuis moet je ook dingen doen die je niet leuk vindt. Thuis moet je ook de was doen, thuis moet je ook je bed opmaken, thuis moet je ook stofzuigen. Snap je? Thuis moet je ook eten, vaat weer opruimen, fietsen, schoonmaken, auto wassen, weet ik wat je allemaal doet, tuin aanvegen. Thuis doe je ook dingen die je niet leuk vindt. En misschien vind je het wel leuk, hè? Laten we dat voorop stellen. Maar thuis moeten er ook dingen gebeuren. Het is niet zo dat als je niet aan het werk bent, dat je thuis alleen maar zo ligt te chillen. Oh, ik lig te wachten tot ik weer aan het werk kan. Oh, ik ga alleen maar naar verjaardagen feestjes toe en meer hoef ik niet te doen. Nee, dan moet je ook dingen doen. Rekeningen betalen. Snap je? Dus waarom zou je het dan niet zo creëren voor jezelf? Ik heb werk. En ik heb privé. Hoe kan ik mijn werk en mijn privé zo dicht bij elkaar brengen dat ze eigenlijk gewoon samen zijn? Hoe fijn zou dat zijn? Vandaag de dag kan dat. En niet met elke job, dat besef ik me heel goed, maar wel met heel veel. En daarom is het ook mooi dat we altijd dat internet bij ons hebben. Altijd, overal. Dus je kunt wel gaan zeggen, ja weet je, ik ga er niet mee aan de haal en ik wil niet de hele dag op mijn telefoon zitten. Nou, dat weet ik niet. Ik vind het fijn om op mijn telefoon te zitten als ik weet dat ik er geld mee kan verdienen. Dus ga je bij jezelf eens even na van, oké, wacht eens even. Hoe kan ik nou zorgen dat mijn bedrijf dichter bij mijn privé komt, zodat ik het kan laten samenvloeien. Ik zou het liefst straks, want daar ben ik nu mee bezig, ik zou straks het liefst een bedrijf hebben wat ik gewoon in principe vanaf de bank thuis kan aansturen vanuit vakantie. Maar dat het zo is samengevloeid dat mijn kinderen, dat mijn vrouw niet beter weten dan dit is ons leven. Als wij daarheen gaan, dan spreken we bijvoorbeeld af met een klant en die klant neemt bijvoorbeeld zijn kinderen mee. En mijn kinderen kunnen daar weer mee spelen en ik kan een gesprek voeren aan tafel. En lijkt mij veel leuker dat mijn kinderen mee kunnen gaan en mijn vrouw mee kan gaan... In plaats van dat ik in mijn eentje zeg, oké, doei, ik ga weer naar mijn werk. Wat heb je gedaan? Ja, ik heb geluncht met de klant en toen moesten we naar een ander adres. En toen ging ik weer naar huis. Snap je? Allemaal daar. Zonder mijn gezin, zonder mijn vrienden, zonder mijn familie. Het zou toch veel mooier zijn als je zegt, hey, ik ga naar een klant, ga lekker mee. En dat klinkt nu een beetje, oh, dat kan toch niet, ik ga niet naar mijn klanten, mijn gezin meenemen naar mijn klanten. Nee, want nu is dat gat nog heel groot. Nu denk je, oh, klant, professioneel. Moet netjes, moet correct. Hier, gezin, privé. Oh, dat moet allemaal, hè, oh, dat is allemaal relaxen en ontspannen. Maar als dat nou steeds een beetje dichter bij elkaar komt, dit wordt wat informeler. Hè, want we hoeven niet meer een driedelig pak op afspraak. We gaan niet meer met paard en wagen. Het is allemaal wat gemoderniseerd. Hè, we doen tegenwoordig jeans en t-shirtjes schijnt tegenwoordig al genoeg te zijn. Prima. Hè, dus dat niveau is al omlaag. Dat gezin, daar hou je toch van? Mijn gezin gaat voor alles. Tuurlijk, mijn bedrijf moet wat draaien en ik wil achter mijn dromen aan kunnen gaan. Maar hier doe ik het uiteindelijk voor. Dus op het moment dat ik die twee dichter bij elkaar kan brengen. Hé, hier verdien ik geld. Hé, hier hou ik van. Dan heb ik toch twee voordelen. Heb ik toch win-win. Zo zie ik het. En dat is misschien voor de meesten nog een beetje. Ik ga dat niet doen, ik ga dat niet doen. Maar de achterliggende gedachte ben je waarschijnlijk wel met me eens.
Je houdt van je gezin, je houdt van je familie, je vrienden, je partner, weet ik wat je allemaal in je privé hebt. En aan de andere kant heb je de plek waar je geld moet verdienen. Hoe fijn zou het zijn als die twee samen kunnen? Even los van de schaamte, even los van, dan sta ik voor lul of dan kom ik niet professioneel over. Los van dat alles. Maar hoe fijn zou het zijn als dat samen kan gaan? Dat je gewoon zegt, oké, ik ben aan het werk, maar eigenlijk ben ik ook met thuis. Hoe fijn zou het zijn als je gewoon een etentje kunt hebben met een klant, dat zijn kinderen of haar kinderen met jouw kinderen kunnen spelen in de speeltuin verderop en dat jij gewoon lekker zit te eten en te drinken. Dan heb je toch en quality time met je gezin en er wordt geld verdiend en je bent toch gewoon lekker je leven aan het leiden. Zo zie ik het. Ik kan het natuurlijk compleet naast zitten, maar zo zou ik het graag willen indelen. En ik zou dus ook bijvoorbeeld liever op vakantie gaan met een klant of iemand waarmee ik een zakelijke connectie heb, want dan kan ik daar werk mee bespreken, bedenken, creatieve ideeën mee opdoen. En aan de andere kant heb ik mijn gezin bij me om mee te ontspannen. Dat is toch win-win? En dan kan je misschien wel zeggen, ja, maar dan draai je helemaal door in het werken en het werken. En ik weet het niet. Ik zie het zo. Waarom zou ik allemaal vrienden om me heen hebben waar ik niet mee werk? Want daar gaat het toch uiteindelijk aan het einde van de dag om. Hoeveel geld heb je verdiend? Heel plat. Want je moet rekeningen betalen. En als je iemand wil helpen, wil je geld kunnen geven of spullen kunnen kopen voor die persoon. Snap je? Als er een dakloos is, dan wil je toch het liefst zeggen, hé, ja, ik vind het heel leuk dat je dakloos bent, maar kan ik je misschien geld geven voor de opvang? Of hey, als ik je nou een appartement of een huis of een kamer voor je regel, zou je daar dan in willen? Ja, dat zou ik wel willen. Ja, ik heb alleen het geld niet. Maar ja, als je geld hebt, kan je dat wel doen. Snap je? Dus ik vind het egoïstisch om te zeggen, ik wil niet veel geld verdienen. Je moet ook niet veel geld willen verdienen om te sparen. Je moet veel geld willen verdienen om anderen te kunnen helpen. Zo zie ik het. En als dat betekent dat ik mijn vrienden moet gaan omruilen voor mensen waarmee ik werk, prima. Dat doe ik liever. Ik doe dat liever. Als dat ik allemaal vrienden om me heen heb die alleen maar bier staan te drinken te huis en lopen te klagen over hun baan. Ja, dan denk ik ook van ja, wat doe ik hier? En vervolgens moet ik op mijn werk moet ik weer mijn best gaan doen om mijn klanten binnen te halen. Zou het toch super mooi zijn dat ik op een feestje zeg, weet je wat, 80% dat zijn gewoon zakelijke klanten. Zakenrelaties. En 20% is familie. En met die 80% sta ik lekker aan het tafeltje en sta ik lekker een drankje te doen. Zeg ik, hey, hoe dit en dat ze zo. Voetballetje, Formule 1. Hey, hoe zeg ik? Hey, ik was laatst nog bij een bedrijf. Die hadden een mooi product. Misschien is dat product iets voor jullie. Win-win. Dat is pas quality time. Quality time thuis, quality time op het werk. Win-win. Dus ja, als je het mij vraagt, werk en privébalans. Ja, ik ben gewoon voorstander van om te kijken hoe kan ik die twee laten samenvloeien. En dat duurt misschien wel 2 jaar of misschien wel 5 jaar voordat ik er ben. Dat ik zeg, hé, dit is een mooie balans. Maar geloof mij, ik denk op het moment dat jij kunt zeggen, ik neem mijn privé mee naar mijn werk. En ik ga bijvoorbeeld samen lunchen, samen dineren of ik ga eens een keer met een zakenrelatie op vakantie. Dat het even onwennig is. Dat je even denkt, oh dit kan niet, dit is raar. Maar op een gegeven moment word je vrienden. Groeit het vertrouwen, heb je een goede relatie met elkaar en denk op een gegeven moment dat we dit niet eerder hebben bedacht. Snap je? Denk er eens over na. Bedankt weer voor het kijken. Ik wens je heel veel succes weer vandaag en ik zie je graag weer in de volgende video.